Ja, al mijn spullen staan nu ergens in een loods. Maar ik heb nog steeds in die zin een beetje een vliedend bestaan. Maar ik voel me wel echt thuis. Ik heb wel soms de neiging om wel een beetje college te geven, ook in de kamer. Daar wordt me dan wel op gewezen. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om weer in de collegebanken te zitten. Ik ga zoveel door het land heen. Ik spreek studenten, docenten. En ik leer gewoon heel veel. Dus ik voel me eigenlijk weer een beetje student. Ja, het grootste obstakel is dat je wil iets doen. En dan wil je het eigenlijk vandaag doen of morgen. Maar ook de politiek heeft een mechanisme. Je moet stappen aflopen. En die zijn wel nuttig en nodig. En iedereen moet het allemaal kunnen uitvoeren. Maar ja, het grootste obstakel is toch een beetje over mijn eigen onrust en heen te kunnen stappen. Nou, als ik kijk naar het onderwijs nu, dan zie ik daar nog echt onrechtvaardigheden. Ik zie daar nog eigenlijk een 19e eeuws beeld van hoog en laag met goed onderwijs voor een kleine elite. En het mbo zit echt in onze blinde vlek. En ik denk, het mbo is echt een parel in onze waaier van opleidingen. Heel hard nodig. Dit is het moment om te realiseren dat we de praktisch opgeleide jonge mensen hard nodig hebben. Misschien nog harder dan wie dan ook. En dat als jij studeert op het mbo, dat je gewoon student bent. Dat je dezelfde mogelijkheden moet hebben. Ook dezelfde waardering. Ook moet kunnen sporten. Ook lid moet zijn van de studentenvereniging. Je bent gewoon volwaardig lid van die 1,5 miljoen studenten waar ik voor mag zorgen. Mijn favoriete niet-D66er is toch wel mijn directe collega, mijn buurman op het ministerie, Dennis Wiersma. We zijn samen aan de trekken aan de kar van het onderwijs. Bijvoorbeeld ook samen aan de leraren, hoe we meer leraren voor de klas kunnen krijgen, hoe we ze beter kunnen ondersteunen. En we hebben dan ook gewoon heel erg veel plezier. Dus we kunnen altijd nog eens komisch duo vooruit. We kunnen heel veel van de VS leren wat je niet moet doen. Ik heb toch wel gezien dat democratie daar een heel fragiel iets is. Maar het mooie van de Amerikaanse samenleving, waar natuurlijk de overheid minder aanwezig is, dat er enorme samenhang en veerkracht in de maatschappij zelf zit. Als er een probleem is, komen heel vaak mensen bij elkaar en zeggen, hoe kunnen we dat oplossen in onze buurt, rondom onze school. En dat is heel inspirerend om te zien. Het soort zelforganiserend vermogen van de samenleving. Ik vind het gewoon heel moeilijk om te zien dat we eigenlijk de wetenschap harder nodig hebben dan ooit. Als we kijken bij kabinetsvergaderingen, ja, we hebben het over stikstof, we hebben het over een pandemie, we hebben het over energie. Het zijn allemaal onderwerpen waar de wetenschap echt iets over te zeggen heeft. Maar wat we natuurlijk zien is dat wetenschappen steeds meer bedreigd worden als ze uitspraken doen. En ik zou het heel erg vinden als op een gegeven moment de stem van de wetenschap niet meer kan klinken, omdat onderzoekers zeggen van ja, ik ga me er gewoon niet aan wagen om hier een uitspraak over te doen. Dus we moeten niet alleen die wetenschap ondersteunen, maar ook die wetenschappers. We moeten voor hen gaan staan, we moeten hun een veilige omgeving bieden. En er ligt ook een hele grote opdracht bij de politiek om ze dat respect en ook die stem te laten klinken. Ik weet van mezelf altijd heel erg goed wanneer ik geïnspireerd ben. Dan is mijn interne batterij opgeladen. En ik merk als ik op werkbezoeken studenten, docenten spreek, dat enthousiasme en waar ze mee bezig zijn, dan kom ik altijd weer helemaal opgeladen uit zo'n gesprek. Dus het zijn echt mijn werkbezoeken, voor wie het allemaal doen, die mij die inspiratie geven en die me ook gewoon iedere dag weer opladen. Ik probeer het voor hen wat te doen, maar ze geven eigenlijk veel meer terug aan mij dan ik hen kan geven. Ja, ja. Fantastisch. Ja.